Daar zijn we, aflevering 77 gaat los met een heel speciale gast. Daar zit hij namelijk, Paul Buitink. Hey, hey. Hey. Welkom. Welkom. Ik zou je even goed introduceren voor mensen die je niet kennen, wat nagenoeg onmogelijk is. Je bent tegenwoordig podcastmaker van het kanaal Holland Gold. Je bent ook natuurlijk directeur-mede-eigenaar Holland Gold. Je bent een soort van monetair fenomeen in de... <laughs> Ja, ik, ik, ik denk ik introduceer je even goed. Ja, goed. Uh, maar wat, men, wat niet iedereen weet is dat jij ook uh, helemaal in den beginnen bij de LP, uh, de Libertaire partij betrokken was. Uh, en je hebt daar de jongere afdeling opgezet. En dat leek ons een fantastische aanleiding om een keertje het echt over de begin, de grondbeginselen van het libertarisme te hebben. Toch Robert, ja, Ik dat, dat, ja. daar proberen we altijd en dan, dan eindigen we in clownworld, maar we proberen daar altijd een <laughs> beetje uh, in, te, uh, in te verzanden, als het ware. Dat uh... ja, hey. lijkt me fantastisch, uh, jongens. En we hebben natuurlijk uh, bij ons uh, Boris al gesproken, bij Holland Gold uh, in de video over. Ja, van de, hoe gaat het nou in de praktijk eruit zien? Libertarisme. En wat, wat kun je er uh, tegen inbrengen? Dus het lijkt me fantastisch om die discussie verder te vervolgen. Ja. ja, die hebben we eigenlijk niet helemaal. We zijn er een beetje omheen gemaneuvreerd tijdens die podcast, omdat we het ook gewoon over boeren wilden hebben. En je een sidekick had die zei dat hij liever uh, uh, veiligheid dan revolutie wilde. Um, <laughs> dus ik denk van ja, nu, nu, is, nu is misschien een goed moment. Weet je? Maar ik, ik vind het ook. Ik je ik helemaal op, ik zit hier gewoon met twee LP'ers. Uh, ben, je, ben je nog lid van de LP of niet? Nee, nee. Ben ik wel geweest inderdaad. En uh, ik heb me daar ook stevig tegenaan bemoeid toen het de Libertarische Partij nog was. En uh, dat praat je over 2019, dus lang geleden. Uh, Zaten u toen samen daar al? Nee, want ik ben in 2012, 13 erbij gekomen. Oké. Okay. Maar ja. ik, ik heb jou toen wel ontmoet bij een avond van jonge libertariërs. Ik heb jou... Wij zijn van jouw protégés. Niet <laughs> snap <laughs> nee, Ik heb jou... Uh, dat was ik, je 12 of zo. Dus dat yeah? weet ik niet <laughs> wel. Nee, ik heb jou voor het eerst gezien bij de... Uh, Students for Liberty Conference, waar ik dat hostte en jou moest aankondigen voor jouw praatje. Amsterdam. In Amsterdam. Ja, over bitcoin ging dat. Ging het over bitcoin? Ja, het was mijn verhaal over bitcoin. Het was 2014, denk ik. Ja, klopt. Ja. Vet. Ja. Daar, nou, daar we het, gaan We gaan ja. het ook aardig uh, ver terug. Hoor, ja. Het, uh, ja. 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 Toen zei ook inderdaad nou, dat je opgericht was van uh, van LIJP, het uh, libert Libertarisch Jongeren... Be ja, partij. Of ja wat stond ook weer voor... Uh, Weet ik even niet meer of Libertarisch. Jongere platform. Of ja, zo. jongere platform. platform was het inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Met, een, met een Facebook groep. En, uh, ik zat vanmorgen te googlen, maar die bestaat volgens mij niet meer. Maar dat was een vrij grote groep geworden. Dat was een ja. hyfsgroep nog in de tijd, denk ik. Ja, <laughs> ja. ja. Hey, maar, nee, maar Paul, Paul wat, wat, wat trok jou aan in, uh, in het libertarische gedachtegoed? Want ik ken jou namelijk al, mensen me, weten, me, maar jij bent een van de twee personen die mij geornspeeld heeft. In mm. uh, met Bitcoin aanraking heeft gebracht. Oh. Ja. Way back oh. in the day. Toen hebben we ook een item voor Game Kings opgenomen. Samen Denison. met Dennis, hè? Met Dennis, inderdaad. Uh, die was er ook bij. En dat uh, uh, staat vast nogal ergens in de krochten van YouTube online. maar... Wat, wat, wat heeft jou aangetrokken tot, uh, tot het libertarisme? Nou ja, ik, ik zal je een beetje over mijn, uh, mijn reis vertellen. Uh, in 2008 had je natuurlijk de crisis. Um, en dat deed uh, bij mij wel heel veel wenkbrauwen voor ons. Eigenlijk al in 2007, want toen had je natuurlijk al in Northern Rock, die Engelse bank, waar die bankruns uh, ontstonden, maar ook Bear Stearns, die al de problemen kwam. Uh, ik had bedrijfseconomie gestudeerd aan Erasmus tussen 1998 en 2002. Ik ben nu 42, maar begin van het millennium was ik daar klaar. Ging ik gewoon lekker werken. Maar ik had eigenlijk geen idee hoe macro-economie werkt of monetaire economie. Maar pas door de crisis ben ik mezelf gaan verdiepen in: oké, okay, maar hoe zit het nou echt? En het feit dat um, toen, toen uh, Lehman viel en toen er allerlei bail-out funds kwamen om, om de hele sector te redden, toen ging ik kijken, oké, okay, maar waar komt dat geld vandaan? Nou, dat, okay, dat bleek dus allemaal gewoon uit het niets te worden gecreëerd. Ik, denk, okay, uh, ik, ik dacht eigenlijk altijd dat banken gewoon geld inleenden, uitleenden, overheden ook. Ik was me niet zo bewust van, uh, van hoe het nou precies werkte. En het, is, het heeft deels te maken met wat er op uh, middelbare scholen en universiteiten wordt gedoseerd, maar ook vooral omdat ik gewoon toen ik. ...18, 19, 20 was, eigenlijk helemaal geen uh, interesse in had. Ja. Uh, het, is, het is te makkelijk om dat allemaal neer te leggen bij uh, educatie. Het had gewoon te maken met de mindset uh, op jonge leeftijd. Het, het had gewoon toen niet echt meer interesse. Ik wilde gewoon uh, begrijpen hoe, hoe je bij een bedrijf kon werken... geld kon verdienen en een carrière kon hebben. Maar hoe het precies uh, op high level uh, werkte, dat was toen niet zo interessant voor mij. Maar door die crisis, hè, toen was ik al wat ouder en toen denk ik... ...nou, wat gebeurt hier nou precies? Uh, en uh, toen kwam ik ook achter dat je iedere keer een bubbel hebt voordat er een crisis is. Uh, of het nou de 2008-crisis was, of de dotcom-crisis, of de savings-and-loan-crisis. Iedere keer heb je eerst een, een boomperiode, ook in de jaren twintig, en daarna natuurlijk de crisis. Dus oké, okay, er is blijkbaar dus een patroon van uh, boom, bust, boom, bust. En hoe komt die boomperiode tot stand? Oké, okay, nou dan, dan kom je erachter dat komt door te veel kredietcreatie, lage rente... Kortom, niet falen, zoals werd beschreven in kranten. Ja, de markt faalt en moet worden gered. Nee, overheidswaalen, doordat er allerlei verkeerde prikkels worden ingebouwd, waar mensen zich naar gaan gedragen. Uh, dus dat was eigenlijk voor mij de, 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 uh, het moment. Oké, okay, maar dan dat heb ik allemaal niet geleerd. Dus toen ging ik zelf op zoek en toen kwam ik helemaal natuurlijk, zoals jullie ook bij de Oostenrijkse school van de economie. En ja, als ik iets doe, doe ik het vrij vaak extreem. Dan wil ik het gewoon tot... Dus ik ben ook uiteindelijk naar, uh, naar Auburn, Alabama geweest. Bij de Mises Instituut. Mm, om daar te praten met de mensen. En daar uh, van mensen te leren. Uh, en toen, ja, toen dacht ik, oké. Okay, dus het probleem is te veel kredietcreatie. Te flexibele geldstandaard. Uh, dus we moeten eigenlijk weer iets hards hebben. Toen dacht ik, nou, in het verleden was de goudstandaard eigenlijk best succesvol. Als je met name de laatste jaren van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, la belle époque. Vrij stabiel, veel groei. En we hadden toen een goudstandaard. Dus ik dacht, nou, we moeten terug naar de goudstandaard. Maar ja, je kunt de overheid niet vertrouwen om die goudstandaard na te leveren. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Dus ik denk, nou, je hebt een private goudstandaard nodig. Hoe ga je dat regelen? Door gebruik te maken van verschillende kluizen wereldwijd, waar je dan IOU's op af gaat geven. En dan kun je het internet gebruiken om een moderne goudstandaard te ontwikkelen. Dat idee bedacht ik zelf. Ik denk, nou, dat is een mooi idee. Dat ga ik gewoon bouwen mm -hmm. um, in 2010. Maar toen ging ik uiteraard eerst even googelen. En toen bleek dat al te bestaan. Je had e-gold, wat later uiteindelijk uh, door de overheid is opgerold. Uh, maar je had ook gold money. Dat bestond al uh, door de, door de uh, heren Turk, uh, James en Jeff Turk, opgericht. Dus ik denk, nou, ik mail die gasten van, uh, jongens, ik bedacht eigenlijk hetzelfde wat jullie al hebben gemaakt. Volgens mij uh, moet ik gewoon voor jullie gaan werken. En toen bleken die jongens een en, uh, dat wel leuk te vinden om iemand te hebben in Nederland die ze zou helpen. En toen ben ik daar gaan werken, heb ik daar uh, de marketing voor gedaan ja toen en toen raakte ik volop dat, in de dat was geen digital currency was geen voorloper op bitcoin toen inderdaad. nee het was gewoon uh, Goldman die die had een centrale database en en hield uh, edelmetaal aan en nog steeds hè, ze bestaan nog steeds um, leven een beetje in een een bestaan in, in de margin momenteel maar uh, to, toen ik daar zat en met uh, toen nog uh, James en Jeff Turk waren we echt dat waren ook echt de Austrians libertarians waren we gewoon heel erg bezig met toen ook met contentproductie ik zat toen niet Achter de camera, of ik zat niet hier in beeld, maar ik was op de achtergrond bezig om gasten te selecteren, redactie te doen. Dus toen begon die liefde al te ontstaan: van oké, okay, je moet video's gebruiken om mensen te informeren. Ja. Dus tussen 2010 en 2013 hebben we gewoon heel veel video's ge gemaakt toen met allerlei economen en experts over, over het geld. En daardoor kwam ik ook redelijk vroeg in aanraking met Bitcoin. Natuurlijk, Want dan zit je in dat wereldje van, uh, van Goldbugs en, en libertariërs. En, ja. uh, maar goed, dat is een beetje een uh, korte samenvatting van die eerste jaren. Uh, en maar toen ben ik ook wel vrij extreem erin gegaan. Dus als, ja, ik, vaak als ik dingen Wat doen, is extreem? Wat is een extreme uh, Want ik vind libertariërs altijd hele. Uh, <laughs> hoe noem je dat, hele uh, redelijke mensen. Helemaal, rationele weet je, heel denkers. rationele denkers ja. inderdaad. Wat is dan een extreem rationele denker? Dat is extreem natuurlijk. <laughs> nou ja, Metaal, de de is het, <laughs> ik hou er ook van om dingen in de praktijk te doen. Dus uh, je kunt praten over hoe, uh, hoe je een, een goudstandaard kunt ontwikkelen. Of je kunt uh, zo'n bedrijf uh, oprichten of daar gaan werken. of je kunt praten over hoe je. Uh, Um, uh, een bepaalde strategieën kunt toepassen in je leven, of je kunt het gewoon doen. Dus, dus op een gegeven moment, dat was in 2012, om, als voorbeeld, toen woonde ik op de Kanaaleilanden, uh, had ik een, een, een offshore structuur via uh, Cyprus en, uh, en de Seychelles, en een bankrekening in Tanzania. Um, uh, om maar een voorbeeld te geven, hoe je dan. Ik was bezig met dit soort. Uh, ik heb het boek meegenomen, dit is dan uit, uh, uit 1973, <laughs> het, het, het International Man heet dat. De, je, hebt, je hebt gewoon van die, van die strategieën die libertariërs gebruiken. Dus je assets in land A, paspoort van land B, je woont in land C. Ja. Dat, soort, dat soort dingen. En ik had toen ook... Ik kreeg betaald in goud door mijn werkgever. Dat lag dan weer kluizen, in kluizen in Zwitserland. Betaald in goud? In Wat doe je, dat? En, dus je, had, dus je ja, dat? Dat soort dingen speelden. Maar goed, daar, daar stroeg ik dus redelijk in door. En toen wilde ik ook bij de Libertarische Partij een bestuur. Dus ging ik bij het bestuur aanschuiven. Toen een tijd nog met, met Van Manders en zo. Dus, ja, dan vind ik het. Als ik iets interessant vind, dan wil ik het ook gewoon maximaal doen. Ja. Um, en dus da daarin was ik vrij extreem. Ik ben daar later wel, uh, daar kunnen we straks over praten, een stuk genuanceerder in, uh, in geworden. Um, um, maar dat het, ja, het was wel op dat moment voor mij toen heel belangrijk om het helemaal zo te leven. Dus zowel qua werk als qua overtuiging en ook uh, als uh, qua, qua toepassing. En ik kan me namelijk, ik, je hebt evenementen gaan. Je hebt denk ik een van de eerste echt grote Bitcoin-conferenties. Ik weet niet of het een Bitcoin-conferentie was. Eigenlijk was het dat helemaal niet. Het was Reinvent Money in de Erasmus Universiteit. Ik denk 2015, als ik zou moeten. Begroken. Nee, ja, je bent mijn allereerste event was 2010. En dat was een libertarisch Event in Breukelen en bij het Van de Valk Hotel. Maar iets van 150 libertariërs, daar, sprak, uh, daar spraken over goud. Dat was nog pre-Bitcoin. Dat stond er wel, Bitcoin natuurlijk. Maar 2010 was het wel heel erg uh, het, marginaal toch? nog. Ja. Ik heb het pas 2011 voor het eerst uh, gehoord. Maar dat, dat was wel een leuk event. Maar toen ik na het echt helemaal into Bitcoin uh, raakte, eind uh, 2012 heb ik daar voor het eerst uh, ook daadwerkelijk Bitcoins uh, aangeschaft via, via Mount Cox. Uh, toen nog. Um, maar toen, toen begon ik ook, weet je, ja, als je het dan doet, moet het goed doen. Dus dan wil ik ook mensen ervan overtuigen. Dus toen begon ik die podcast met Tuur de Meester in 2013. Waar en ik nog te gast ben geweest. Waar, nog gast waar Tuur geweest. de Meester, die nu een grootheid is in de Bitcoin-wereld, deed de prijsanalyse. Ja, de prijsanalyse. Wat is het? Ja, 0, ja. niks was het waard. Nee, ja, Dat was fantastisch, joh. En dat ja. een mooie tijd. En ik was dan op reis in Zuid-Amerika, want toen woon ik in Ecuador. En met een gare verbinding was ik net weer ergens. stond ik half tussen de lama's. En moest ik toch nog proberen te connecten om met Tuur die show op te nemen. Maar het was een mooie tijd. En we hadden de Bitcoin.org als, als Nederlandstalig weblog. En, um, en toen, toen besloot ik op een gegeven moment in 2014, omdat ik merkte, er is gewoon heel veel vraag naar om, om uh, geld voor de toekomst te organiseren in, uh, in, in Rotterdam. Nou, 350 man, dat ging was weer een middelkoop ook en uh, het ging over... over Max Ritz Keizer. Stacy nou, Dat was 2015, dat was okay. Max Keizer inderdaad. Daar was ik bij, ja. ja dat dat was, was insane. Dat was iets na 500 man. En echt dat is niet 500 man, daar zaten zeker 2000 man in de zaal. Nee, nee, nee. Nee? Dat, nee? Dat, uh, trust me. <laughs> het was, uh, Andreas Antonopoulos was er. Ja, was, de, 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 ja, de line-up was natuurlijk fantastisch. Uh, Andreas Antonopoulos, uh, Max Keizer. Uh, de president van Liberland. Uh, dat is toch ja. een uh, libertarisch land. <laughs> Dat is wel tien was keer vet. opgepakt. Ja. Ja. <laughs> vet maar in 2016, dat was dan de laatste editie. Dat was in, de, in Delft, in de aula. Daar ben ik niet geweest. En dat nee. was 750 man. dus sprak okay. Thierry Baudet over de Nexit bijvoorbeeld. Daar hadden we uh, um, iemand uh, van de uh, Bank of England die daar voor het eerst over central bank digital currencies uh, sprak. Mm. Ja, het was ook echt wel weer uh, baanbrekend. Ja. En dan, ja, dat, dit, dit wordt opgenomen op, uh, het is vandaag 19... Uh, ja, dat uh, moet je niet zeggen Het ja, is, ja. is live, is dit. Het uh, is live, ja, maar... <laughs> donderdag nog iets. 21 <laughs> 20 oktober, 20. dus is al het verleden als dit wordt. Eigenlijk ja. heb, heb ik weer een event met Holland Gold. In, ja. Uh, en dat hebben we in, uh, in Leusden. En daar komen ook uh, 350 maar af. Daar gaat Arno Wellens spreken, maar ook Wim Boonstra. Ja, belangrijk om meerdere kanten van het verhaal te laten horen. En uh, Alfonso Pecacello. Bert Slachten komt, opflips, uh, Hester Baes, Mike Hutting van, uh, van Blocks. Ja, leuk. En ook allemaal hele vette gasten. Dus het is gewoon leuk om events, eigenlijk mijn punt is: events organiseren, bij elkaar komen, kennis overdragen, biertje drinken. Dat, is gewoon, dat, is, dat gebeurt er weinig. Nou, je weet alles natuurlijk van die meetups. ups Het ja. is gewoon leuk om, om dat soort dingen te doen. En dan kun je gewoon het beste met elkaar bonden en, uh, en van elkaar leren. Ja. Um... En je hebt toch ook, want je hoorde net praten over zeg, met het financiële systeem. Dat is een beetje jouw route in, in uh, libertarisme geweest. Maar je hebt ook bezig gehouden met het oprichten van een bank, toch? Ja, de, de Posterbank. Ja, ik heb al boeken meegenomen, jongens. Het is fantastisch. Kijk, ik heb uh, nooit van spullen gezien hier op tafel. Ja, maar inderdaad. <laughs> ja. Gouden munten, zilveren munten. Nee, de Posterbank, dat was dan weer... Um, even we dan wat stapjes in de tijd uh, te maken. 2015 ging ik weer in Nederland wonen. Ik had toen uh, drieënhalf jaar in Duitsland gewoond. Ik kwam weer in Nederland... En toen kreeg ik de kans om, om mee te helpen aan het ontwikkelen van de deposterbank. Dat was een, een vriend van mij, toen nog niet, maar in ieder geval een jongen die mij benaderd had. Omdat ik op Volle de Money wat had geschreven over dat ik graag een vrije markt voor geld wilde. En die had mij benaderd en zegt, nou Paul, ik heb niet uh, zo'n voorstel. Maar ik heb wel een idee, denk ik, hoe we het bestaande systeem, het fiat-eurosysteem, wat beter kunnen maken. En toen heb ik met hem uh, een drankje gedronken. En hij legde dat idee uit van, nou, laten we gewoon een bank beginnen... Die gewoon één op één het geld bewaart bij de centrale bank. Dat heette toen nog geen deposterbank. Dat is pas later in discussie in de Kamer. Hè, hebben die naam gecoind. Maar uh, hij zei van. Uh, dan, dan hebben we gewoon een veilige haven. En als we dan regelen dat die bank niet meedoet met het depositograndstelsel. Uh, en, en als we dan gaan pleiten voor het afschaffen van het depositograndstelsel in het algemeen. Uh, dat je dan. dan krijg je een soort van veilig euro-alternatief binnen die eurowereld. en dan worden banken weer meer gedisciplineerd. Maar dat sprak me gewoon heel erg aan. Ik, ik hou van van Radicale oplossingen, maar ik ben ook wel zo realistisch dat je uh, dat niet altijd kunt bereiken, en dat je binnen het systeem ook uh, voor meer vrijheid en en meer uh, keuze kunt ja. gaan door bepaalde tweaks te doen. Dus daar heb ik me ook hard voor gemaakt, en dat was eigenlijk geen succes als in die bank is in nood gekomen, maar het heeft wel heel veel politieke ophef veroorzaakt. Er is veel over gedeputeerd, we zijn veel in gesprek geweest met uh, van, van van de uh, DNB tot, tot uh, minister van Financiën. Uh, heel vaak zijn we natuurlijk van het kastje naar de muur gestuurd. Uiteindelijk is er een heel rapport gekomen van de WRR, uh, dat is 2019 uitgekomen. Dat zijn maar drie uh, jaar nadat we, het heet Geld en Schuld, de publieke rol van banken, en daarin wordt ook genoemd dat onze bank eigenlijk dat dat een, een goede manier zou zijn om het systeem beter te maken. Ja, we hebben hier samen nog een podcast bij BNR over opgenomen. Ja. Toen dit rapport uitkwam. Maar, maar, maar die bank, want ik kan me herinneren dat het is uitge of eigenlijk afgeschoten op het feit dat je niet mee wilde doen aan het uh, garantiestelsel. Ja, je hebt een aantal verschillende vergunningen. Uh, en, en de vergunning die wij wilden, die bestond niet. Dus wij wilden een bank die niet meedeed met het posterantstelsel, die geen krediet zou verstrekken. Uh, want anders dan, uh, je wil het gewoon één op één bewaren bij de ECB, dus dat, dat, daar past geen krediet bij. Ja. Maar we wilde wel toegang tot het uh, Target 2 systeem, dat je het ook wel het kon gebruiken om, om mee te betalen en mee te sparen. Nou, er was geen vergunning mogelijk op die manier. Uh, aan die voorwaarden kon niet worden voldaan. De Kamer heeft gezegd unaniem met de motie van. De regering moet dit mogelijk gaan maken. De wet moet worden aangepast. Dat is nooit gebeurd. En dan word je op een gegeven moment gewoon een, natuurlijk een soort van pad opgestuurd. Uh, dat, dat, dat er een, een commissie, de WR, naar moet gaan kijken. En dat duurt allemaal jaren. Het is dus gewoon traineren om, om een mooi initiatief uiteindelijk gewoon dood te knuffelen. Ja. En, um, en uiteindelijk is het toen op een gegeven moment kwam dat rapport uit van de WR. En toen begon de CBDC al een beetje uh, in, in opspraak te raken. Of in ieder geval in, in zwang te raken. En toen uh, heeft de minister van Financiën gezegd nou well, ja. Leuk, zo'n uh, zo depotenbank. En toen kwam maar hier al ook met de publieke depotenbank. Jongens, allemaal leuk. Maar er komt straks een digitale euro aan. En dan uh, is het probleem opgelost. Dus we, we kunnen jullie uh, ideetjes wel gewoon uh, ja. terzijde schuiven. En nu komt dan natuurlijk straks de digitale euro. Maar ja, inmiddels ook door schade en schande. Maar ook doordat de overheid gewoon zoveel enge maatregelen heeft genomen de afgelopen jaren. Uh, sta ik ook niet echt meer achter het oude plan uh, van zo'n bank. Op zich, het idee van. Uh, garantiestelsel afschaffen en banken vrij laten concurreren, daar ben ik nog steeds voorstander oh, dan... van. De inhoud van een garantiestelsel zorgt ervoor dat als een bank failliet gaat, dat je je geld ja. wordt gedekt door de overheid. Klopt. En door andere ja. banken. Nou ja, door al. andere banken. Ja, en als, een, en als die banken falen, dan staat uiteindelijk altijd de belastingbetaler, natuurlijk. groot. Mm -hmm. Maar, maar, maar in eerste is... instantie, dus als jij zegt van nou, we hebben de Poestelbank, met andere woorden, we gaan niet dat fractional reserve banking doen, want dat is het probleem. Dus dat je bij wijze van spreken voor de 100 euro die je in de kluis hebt liggen, mag je zelf nog 1000 euro uitlenen. Dat wil je dus niet doen met die depositobank. Maar doordat je wel meedoet aan het risico van andere banken die dat wel doen, Klopt. ben je alsnog. Exact. Uh, uh, ja. Ja. En daarom wilden we niet meedoen daaraan. Dat, dat zou nergens over gaan. En dat ben je alsnog uh, aansprakelijk voor de, voor de onstuimige kredietgroei bij andere banken. Je wil juist een, een veilige kluis hebben, een soort van eurokluis. Eigenlijk cash, maar dan digitaal. Ja, precies. Dat, dat was ook een beetje onze. Ja, wij constateerden toen in 2015 was dat van ja, weet je, de. de, de, de het cash raakt uit de gratis en steeds meer, met name toen in Amsterdam, in die negen straatjes bijvoorbeeld, hele, hele straten waar je niet meer met cash kon betalen. Hè? Zeven jaar geleden al niet. Um, en, en cash was het, het geld uitgegeven door de staat. Je kon alleen maar ja. met commerciële bank betalen. En dat uh, um, als, je, als je van mening bent dat de overheid de verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid heeft om uh, voor een goed geldstelsel te zorgen, dat is een beetje het standpunt van ons geld. Ja, dan dient dat ook uiteindelijk in digitale vorm beschikbaar te zijn. Want dat is hoe mensen willen betalen. Ja. Veel mensen althans. Um, jullie zijn natuurlijk uh, tegen overheidsinmenging compleet als het gaat om, om de uitgifte van geld. En ik in zekere zin ook. dan pleit ik natuurlijk altijd voor, uh, voor een vrije markt van geldsoorten. En heb ik dat al de afgelopen jaren. ben ik daarmee bezig geweest. Maar ja, als, als je wel van mening bent dat de overheid een rol moet spelen. Dat is op zich logisch. Dat de overheid dat ook in digitale vorm beschikbaar stelt. Dat je niet afhankelijk bent, enkel afhankelijk bent van, van een kartel van banken. Ja, hey, laten we dan even gelijk de, de vinger op de zere plek leggen: dat jij bent genuanceerd geworden. En uh, met je eigen woorden, dat zei je net zelf... Hè, dat ja, je bent genuanceerder ja. gaan kijken naar, ja. naar het libertarische basis. We zitten nu in clownworld, laten we zo zeggen. Het, het, het libertarische gedachtegoed is nog nooit zo goed uh, in staat geweest... om licht te schijnen op iets wat het licht niet kan verdragen. En dat is namelijk de belachelijke afmetingen van een bureaucratische overheid... die zijn grenzen, de grenzen van de wet, de grenzen van de grondwet... alles gaat het ver te buiten. Uh, we zien alle krankzinnigheid... Die die Daarmee gepaard gaat um, vanaf het begin af aan zijn libertariërs de mensen geweest die hebben gezegd: van als je deze weg inslaat, is dat waar je uitkomt, en nu is dat aan het gebeuren. En net als dat aan het gebeurt, ben jij genuanceerd. Dan geworden. <laughs> hoe is dat gebeurd? Maar en ja. hoe ben je precies genuanceerd geworden? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. En het uh, was wel grappig natuurlijk als je dan die comments kijkt onder onze video die wij bij Holland Gold opgenomen hebben. Dan zie je natuurlijk uh, de, de Boris fans, die vinden mij natuurlijk way too uh, salonveeg of, of, of te zwak. En jij bent natuurlijk gewoon lekker uh, radicaal. Andere mensen vinden het juist weer dat jij het extreem en radicaal bent en vinden het prettig dat ik... Uh, wat genuanceerder bent. Dus voor iedereen is er wat weer dus Dat vind ik het mooie aan onze gesprekken altijd. je markt en meningen. Nee, daarom <laughs> inderdaad. inderdaad. Ja. Um, nee, kijk, sowieso heb ik best wel. Um, ik, ik heb toen best wel. Uh, wat ik zeg, die jaren 2010, 11, 12. Ik was best een heftige periode. Ik heb er later ook behoorlijk gezeik mee gehad. Uh, fiscaal gezien. Uh, dus ik ben behoorlijk diep gegaan. Um, en en dat, uh, dat was ook wel louterend. Uh, Hoe is dat louterend? Nou, louterend is dat je. Um, uh, pijnlijden kan louterend zijn. Daar kan, kan je ook a ja, sterker uitkomen, dus het, maar het geeft je ook weer perspectieven van oké, okay, misschien. Maar weinig was, mensen komen er genuanceerd uit. Was ik, ik nou, misschien ja. was ik Je kunt denken dat je misschien was je, was je te ver gegaan in je, in je filosofie of Ben je te ver gegaan in je ja, filosofie ja. en waar hebben we het precies over? Ja. Want ik nee, als, je, als je als je dat terugkijkt naar 2012 bijvoorbeeld, hoe ik dat toen wat ik net omschreef hè, Ja, dat, dus het is dus dat, dat je, hebt dat, je hebt uh, BV's in een rekening in Tanzania, je woont op de, woont de Kanaal-eilanden daar, want, ja. en blast belastingnis had zoiets van luister meneer buiten, is allemaal leuk en aardig. Maar wat, ja, maar uh, en dan wat denken we dat hier aan het doen zijn? Daar ging het om van oké, okay, maar Paul, je was dan een soort van perpetual traveler. Ze heet dat dan mooi dat je overal een beetje woont. Maar goed, je hebt wel. In principe had je natuurlijk je, je, je sociale. Uh, het centrum van je, van je sociale leven bevond zich nog in Nederland. En dan bewezen ze dat door. Je had nog een, een tandarts in Nederland. Of je, Zo, je had ook nog een, kun je een dat doen? Het een dus beginnersfout. Dat, dat soort, uh, <laughs> soort gesprekken heb je dan. Dus dat, 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 uiteindelijk was dat uh, dat je denkt oké, okay, maar misschien. Um, uh, is, is dat ook niet het, het, het leven wat ik wil leven. En wil je ook wel je ergens vestigen uh, voor langere tijd. Omdat je wil helpen om een land waar je dan zit, of een plek mooier te maken. En dat betekent dat je, uh, dat je uh, um, op een bepaalde manier moet gaan bijdragen. En dat kan je op heel verschillende manieren doen. Mm. Uh, maar dus, dus daar ben ik wat, uh, wat genuanceerder in geworden. En dan ben je genuanceerd geworden in het doorvoeren van je filosofie. Of ook in de filosofie zelf? Nou, dat je, want binnen het Libertarisme heb je natuurlijk altijd die, die, uh, die discussie tussen de minarchisten, die in een soort van nachtwakersstaat voorstaan, en de anarcho-capitalisten. Van de overheid heb je het over, hè? Dus de minarchisten ja. willen een zo klein mogelijk klein overheid, de anarchisten willen geen overheid. Geen overheid, en daar heb je dan allerlei grijs tinten. Um, en, um, dus daar die discussie heb je altijd, jij kent natuurlijk ook Robert, en, en ik, ben, uh, ik ben nu meer geneigd van oké, okay, uh, laten we gewoon ernaar naar streven om die overheid kleiner te maken en meer vrijheid te geven. Maar in de, in, in de tussentijd, als je ergens bent, uh, dan, speel, dan speel dan wel gewoon mee met het uh, spel. Um, omdat ik denk dat het uiteindelijk uh, een soort van de beste manier is om er op een geleidelijk manier te komen. Je bent meer van de revolutie, hebben we nodig, misschien chaos, want daar, daaruit ontstaat iets moois. Ik zie, ik zie geen andere weg. En ik ben meer van, ja. laten we toch kijken, en misschien is dat naïef, um, uh, maar laten we kijken of we binnen het systeem, een beetje wat LP denk ik ook probeert, door uh, mee te gaan doen. Uh, maar wel probeer zoveel mogelijk je eigen regels te hanteren. natuurlijk. Dat je kijkt of je er samen uh, uh, toch uit kan komen. Dat is, uh, En misschien is dat dan de laffe manier. Maar ik ben natuurlijk ook vader geworden de afgelopen jaren. En ik wil... Je hebt het... zelf allemaal oordelen over jezelf. Vind ik wel grappig. Ja, je ja, komt zitten ik... en dan vervolgens allemaal <laughs> oordelen over nee, jezelf. Nee, ik oordeel graag over mezelf. Liever over mezelf worden dan over een ander natuurlijk. Want die ken mezelf het ja. best, Ik vind hè. het niet laf. Ik ben gewoon benieuwd hoe je ja. erbij komt. Dat is gewoon... Hoe, hoe kom je erbij dat een... Als je, als je, als je namelijk helemaal... Ziet wat de rol van de overheid is in deze maatschappij. Maar stap terug. Wat is de... kijk? Daar, daar, gaan we, daar wil ik je graag challengen, Boris. Want oh. uh, Clown World, het cloud en dat backlap, makkelijk. Het is natuurlijk uh, een, een soort van mantra, wordt dat. Mm. En de overheid net zo goed. Is de overheid de gemeente voor jou? Is dat ook de overheid? Sure, yeah. ja. Dus is de gemeente per se slecht? Maar kijk, de, de, ik begrijp waar je heen wilt. En uh, uh, ja, ik, ik niet. Wat dan? Antwoord. Is de overheid? Ja, de overheid. Dus de, de overheid is, de is de niet in staat om een probleem op te lossen. De gemeente ook. Dus de gemeente kan dat ook niet. Oké. Okay, en, en de buurtvereniging. Dus stel je, je woont in een woonwijk en je hebt met elkaar een, een buurt -app waar je afspreekt over hoe je bijvoorbeeld omgaat met inbraak, je dat je het schoonhoudt. Waar ook een bestuur zit. Is la, la, dat zo, slecht? Zo, nee, maar nee. zodra je maar ik vind eigenlijk jouw antwoord hier niet veel over mijn Zodra je elkaar fysiek kunt ontmoeten. als ik bij de, bij de winkel sta en ik zie daar de voorzitter van de buurtvereniging. en we kunnen praten over die hondenpoep die op en dat we echt wat moeten doen. Oké, okay, op dat niveau snap ik, overleg. Leidt tot effectiviteit, leidt ertoe dat. Maar nog steeds loop je het risico bij de, bij de buurtgemeen... En ik heb dat in een vereniging van eigenaren meegemaakt: dat er eentje zit met een hele grote bek. En die heeft zoiets van: ik, ik wil allemaal ik ga mijn fiets niet van de gang halen. En weet je, ik bedoel, nog ja. steeds heb je een, een bepaald soort. Uh, cons uh, hoe noem je dat? Een soort consensus die je moet zoeken. Maar en gemeente is, niet... is dus niet per se slecht. Net zeg je namelijk dat de gemeente was slecht Ja. Maar ja. nu nu nuanceert het al. Maar nee, maar het is toch een soort die ik bij Boris nu ineens ook tref. Nee, maar het, nee, 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 Nu heb je het over de buurtvereniging. Ik, ik kom Halsema niet tegen bij. Uh, nee, maar als Huy. je in een kleine gemeente woont. Uh, van, van, uh, je hebt natuurlijk heel veel fusies gehad tussen gemeentes, maar wat hadden vroeger wat kleine gemeentes. Je hebt ze nog steeds. Waar je met een paar honderd mannen in het dorp woont. Je komt elkaar tegen. Slecht of niet? <laughs> In principe slecht, ja. Omdat... Dat, is, dat, dat is al. Laten we dan, oké, okay, de vereniging van eigenaren. Slecht of niet? Effectief, maar nog steeds in feite een rare constructie. Maar het voldoet aan het criterium dat je elkaar tegenkomt. Dat was jouw criteria. Ja, met. maar omdat je, ga, je, je. Je wil aan de ene kant een heel fundamentele discussie voeren over organisatiestructuur. En aan de andere kant heb je zoiets van ja, maar. Uh, uh, maar het, het gaat om hoe, hoe klein kan het worden of zo. Kijk, de reden waarom ik, ik hou van. Ik heb het helemaal natuurlijk allemaal uh, doorbedacht. Ik heb zelfs ook, en dat is echt een fantastisch boek. Dat was een beetje mijn railpool. Die moet iedereen lezen. Dat is de, de Market for Freedom. Mm -hmm. uh, van, Ken je dat toevallig, Robert? Nee. Iets van 1970, nog voordat. Uh, uh, Murray Rothbard uitkwam met zijn boek Man Economy State. Was er een boek The Market for Freedom van uh, Morris, and, uh, Morris uh, Tannehill? Heet dat. En daarna kreeg je ook nog Machinery of Freedom van, uh, David, ik ook Friedman. Wel van David Friedman, de zoon van, uh, van Milton Friedman. Later ja. heb je ook nog de kleinzoon van Milton, de Patrick Friedman van het Seasteading. Maar als je al die uh, mensen leest, dan komen ze met fantastische constructies over hoe de vrije markt dan werkt. Ook voor politie en voor, voor ja. alles. En dat was super inspirerend. Dus dat was echt voor mij een red pill om over al die verschillende scenario's na te denken. Maar door daarover na te denken, ga je ook denken: oké, okay, maar als we nou inderdaad uh, gewoon Boris en Robert uh, volgen, anti-overheid, anti- alles, we gaan het gewoon helemaal zelf doen. Dan, ik, ik denk in heel veel situaties dat je namelijk weer uit gaat komen op bepaalde organisatiestructuren mm -hmm. die we nu ook hebben. Neem de VVE. De VVE is volstrekt libertarisch. Namelijk, je koopt een appartementrecht en je weet van tevoren wat de grondwet is van het appartementencomplex. Je weet welke regels je hebt. Je weet dat de meerderheid van stemmen geldt. Ja. Want als je alleen maar als je op basis van unanimiteit gaat werken, dan krijg je nooit een beslissing voor elkaar. Als hmm. jij, dus je moet met meerderheid van stemmen werken. Kan een hmm. supermeerderheid zijn, kan een marginale meerderheid zijn, maar je hebt. Nou, eenmaal om besluiten te nemen in een bedrijf, in een VV, heb je meerderheid van stemmen nodig. Punt. Maar, maar daar is libertherisme ook niet tegen. Nee, maar, laat maar dus, je, dus die VVE klopt. Maar daar, daar, daar verschil je eigenlijk al een beetje van mening met Boris. Want Boris eh, nee, ik bedoel ja, ik, het anders. Ik, ik bedoel namelijk nou dat de uitkomst van dat soort organisatiestructuren namelijk altijd corrupt is, want het is corruptible. het is iets wat gecorrumpeerd ja, kan worden. dus altijd corrupt. Nee, het, de uitkomst van dat soort organisatiestructuren. Eigenlijk, ik snap dat de mensen hierarchisch dier is en we willen graag een leider of een baas hebben of weet ik wat en willen ons organiseren. Dat snap ik. Het probleem is van hoe zit het met de incentives rondom? Uh, het zijn van een, van een bureaucraat, van een bureaucratische laag. En die incentives zijn gewoon altijd verrot. En als die structuur niet gerepareerd kan worden, dan blijf je, of tenminste, als die incentives niet ge, uh, 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 zuiver. Kunnen blijven, dan heb je dat probleem. Maar je er altijd verrot. Dat is ook zo'n absolute uitspraak die gewoon niet klopt. Ik heb gewoon in talloze VVE's gezeten waar het bestuur het beste voor had met de leden. Ze waren zelf ook eigenaren. En het bestuur wilde juist bijvoorbeeld extra geld opzij zetten om, te om het dak op termijn te kunnen repareren. Terwijl de armlastige leden daar tegen gingen stemmen. Hmm. Dus, uh, maar, dus die stelling ben ik het gewoon niet mee eens. Het bestuur was heel vaak niet verrot. En, en hoe wil jij dan dat incentive voorkomen? Hoe ga je in een libertarische samenleving dan het incentive weghalen bij zo'n VVE? Want als je die VVE's zullen blijven bestaan in elkaar, ja, ik zullen ik nog steeds moeten samenwerken. Ik wil ook een case maken, want ik denk niet dat dat argument zeg maar, per se uh, libertarisch is. Want het, het gaat erom bij het verschil tussen een overheid, een gemeente of een, uh, een rijksoverheid, dat er sprake van dwang is. En bij een VVE is er sprake van vrijwilligheid. Jij kan. Je onttrekken aan die VVN. Ja, je, kiest, je kiest of je daar gaat wonen of niet. Je kiest of je mee wil doen aan de met elkaar afgesproken regels. En dat is de kern van libertarisme. Ja, en dat is de kern van de, van de discussie binnen het libertarisme. Is inderdaad, kijk, je, als je geboren wordt, teken je geen contract voor. Uh, maar als jij uiteindelijk um, in de VVE, daar teken je wel contract voor. In de, als je in de gemeente woont, zou je dus eigenlijk om te voldoen aan het libertarische criterium, zou je op die 18 eigenlijk moeten tekenen dat je akkoord bent met de regels van de gemeente. Want de gemeente, ja. jongens, is gewoon een grote VVE. Tunt. Er zijn wappies die zeggen dat je dat ook doet. Hè? doet je met je hoofdnaam in hoofdletters en ja, een ja, paspoort. Ja. ja, inderdaad. Maar, maar, is wel maar inderdaad... de gemeente is een grote VVE. Ja. En een land is een grote gemeente. Dus, dus zo ben ik gaan redeneren. Ik denk linksom of rechtsom. Je gaat altijd weer op dat, dat soort structuren uitkomen. Ik wil niet zeggen dat ik... Ik ben voor heel veel vrijheid. En laten we proberen zoveel mogelijk vrijheid terug te winnen. En ik ben helemaal fucking tegen wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Met verplichte vaccinatie, de QR. Alle dingen waar ik al jaren over praat. Maar ik, ik wil van de libertariërs. En ook van jullie. Want jullie zijn vaak anti. Maar ik hoor weinig uh, 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 oplossingen. Ik luister misschien niet vaak genoeg. Maar, maar wat moet hoe, ik dan doen? Ja, <laughs> Kijk, dus wat jij zegt, ja, dat was de vorige uitzending. Ja, maar jij zegt, het is allemaal, alles voor overheid is ja, maar, okay, maar Ik denk zeg, definieer overheid. En de ja, VV dat, is een voor van overheid. Ik wil het wel definiëren. Uh, 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 hoe is dat? Ik wil het wel uh, 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 wat, wat, wat nuanceren. Want ik denk dat inderdaad... Ik werk, heb natuurlijk zelf ook heel lang voor de, voor de gemeente Amsterdam gewerkt. En ik heb ook diezelfde uh, uh, gedachte gehad. Van ja, uiteindelijk als je het vrijwillig... Want de kern is wel, en ik denk het, het is ook fundamenteel dat het vrijwillig is... Want je hebt, nu heb je geen checks en balances in de overheid. En dat... Is waarom het zo uh, slecht en uit de hand gaat lopen. Nou, in een parlement in principe nee, als ja, die zonder last en ruggespraak zou je Dat Er geen checks en ballettes. Nee, dat is je met die coalitieakkoorden zitten en die meerderheid. Precies. Maar je zou inderdaad willen dat je allemaal ontzichtenachtige figuren hebt. die zonder last en ruggespraak uh, uiteindelijk het, het beleid van de regering controleren. En dat gebeurt niet. Nee, dat, maar dat is ook maar, maar dat is toch een, een logische inherent, uitkomst. Precies, dat is inherent aan het systeem. Ja, maar je hebt nog een Eerste Kamer. Maar stel, we hebben in maart hebben we de provinciale statenverkiezingen. Uh, de huidige uh, coalitie. Die heeft absoluut geen support in het land. Het zou kunnen zijn dat straks in maart worden er compleet andere partijen gestemd. En die, gaan, die kunnen de komende jaren natuurlijk wel. Het beleid van een regering stoppen of kraken. Dus dat is een vorm van. Er zijn. Jullie zijn altijd heel vaak. Absoluut. Er zijn geen dit, er zijn geen dat. Nee, maar, maar. het is een Maar het ga, het, <laughs> 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 Ik hoop dat, en, dat we deze dus keer. Ja, je, je kunt toch zien dat. Uh, ook door de geschiedenis heen. Hoe dat in dat eindstadium. Stadium van die. Weet je, alles begint altijd heel. wat jij ook zegt. Je begint allemaal vol goede moed. En, kom, laten we regeren. Op papier is het schitterend. Weet je, laten we geld systeem en hard geld Hey, wij gaan echt hard geld doen. Ik heb nog Sibwinia vorige week bij aan de podcast horen zeggen hoe nobel de euro begonnen was, terwijl er al en ik was het helemaal met jou eens dat je zei van iedereen zag al van een kilometer uh, aankomen dat het never nooit ging werken. Er was wel degelijk een consensus onder economen dat de euro ja, die was er, die was er duidelijk. Absoluut euro is gewoon een politieke munt die zou gaan falen. Economisch. Precies. Waren het er nou goed, dan wordt het er toch doorheen gedrukt. Waarom? Omdat uh, <laughs> kijk, Robert, die blijft tegen. <laughs> Men, maar omdat de incentive er is om dat te doen. En dat ja, bedoel dat, ik, dat daar gaat het altijd mis. Nee, maar eens. Dus we, moeten, we zijn het compleet eens over het feit dat de overheid veel te groot geworden is en dat we hem kleiner moeten maken. Alleen waar ik dus genuanceerd in ben geworden is: mm. oké, okay, what's next? En, en ik, uh, met name ook, bijvoorbeeld, ik, ik vind dat uh, de, de socialisten hebben een enorme blinde vlek als het gaat om de macht van de overheid. Maar libertariërs hebben een blinde vlek als het gaat om de macht van corporates. Hè? Want uh, ja. als je alles gaat. Nou, bijvoorbeeld uh, ook, ook uh, een punt wat ik wil discussi discussiëren. Stel je gaat inderdaad. Uh, het uh, LP komt aan de macht uh, en de overheid moet worden afgebouwd en uh, feitelijk al assets moeten worden verkocht aan het publiek, neem ik aan dan. Mm -hmm. Een soort van liquidatie, een soort van ja. veiling van, uh, van de assets. Dus ja. Is dat wat je voorstelt? Ik denk dat het wel een stap in de goede richting is, ja. Kortom, dus de mensen die uh, decennia of even misschien verdiend hebben aan een systeem waar jij niet achter staat, uh, fiat geld, uh, corruptie, die mensen hebben dat geld, die gaan dan in die veiling... Die assets nou kopen ja, die de LP ter beschikking stelt. Ik denk wel als je kijkt waar we nu zitten, dat heel veel van die mensen assets hebben um, door de overheid. Ik bedoel, het corporatisme is een probleem, ja, maar dat is dus vergroeiing van het, het groot kapitaal met de overheid. Ik denk dat er weinig monopolies in groot bedrijf zouden bestaan zonder dat ze, zeg maar, hand in hand zouden lopen met de overheid. De, en je zou inderdaad naar een vorm, daar gaan we nu sowieso heen, een vorm van een reset moeten gaan. En heel ja, maar, veel schulden moeten saneren. Maar, dat... maar een veiling zou dat dan niet leiden dan tot dat de, de, de publieke assets in handen komen van mensen die op onrechtmatige wijze nee, ja, de vraag Maar wat is, wat, is het wat... doel? Kijk, de, 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 Hoe je er komt, ik snap dat dat problematisch gaat zijn. Weet je, die overgang tussen een soort van van wat we nu hebben, een socialistisch systeem, een soort staatssocialisme, ja. naar een kapitalistisch vrije marktsysteem, dat gaat een pijnlijke overgang worden hoe die pijn precies genomen gaat worden en hoe we dat indelen, whatever. Dat, ik bedoel, dat is lastig, maar daar moeten we het over hebben. Maar wat is de uitkomst? Wat is ideaal? Ja, wat, ja waar wil je heen? En die, die je transitie wil... moet je wel bespreken. Datzelfde met ik had een keer met Pepijn van Houwelingen gezeten voor Blackbox en dan hmm. vraag ik ook: maar wat ziet Fvd nou precies voor zich dan qua next? Wat, wat is dan de next step? Gaan we samen Duitsland wat doen gaan we zelf wat doen? Maar daar, ja, daar wordt dan niet echt over nagedacht. Het is meer. Ideologisch gedreven, we gaan dit doen. Maar, maar ik, dat ik is denk, toch hoe denk, moet je dat anders? Hoe kom je nou Ja, je bent zelf ook ondernemer, Boris. Ik als ondernemer wil ik wel graag een beetje anticiperen op wat er allemaal gebeurt. Je, je denkt ja, dan maak je na. een businessplan. Maar, maar en, en, en vervolgens dat begin je eerst wat je dus het businessplan ja, wegflikkeren. Want het gaat toch nee, nergens over. In de praktijk over. heb je als ondernemer alternatieven. Ik heb, ik werk met verschillende banken en ik weet dat bank A me eruit kan gooien. Ik werk met verschillende transporteurs en ik weet dat de transporteur A op een gegeven moment over de kop kan gaan. Ja. Dus als jij nu uh, exit roept. Zorg er niet voor dat je dan, al is het maar op de achtergrond, ook daadwerkelijk uh, je plan B bouwt. Maar wat is plan B? We hebben. Hoeveel? Pitcom duizenden is. jaren. Nee, maar we, <laughs> Nederland was duizend jaren. 2000 jaar bestond het. Of misschien inmiddels, volgens mij, wel 6000 voor Christus. Als ik de Oeralinda mag geloven, die we ja. hier besproken ja. hebben. Maar hoe dan ook, duizenden jaren bestaat Nederland al. En uh, nu zitten we, uh, hoe lang zitten we in de 20 jaar? Uh, pak een bijt, zitten we in, in de EU? De uh, uh, euro is sinds 1998, digitaal en uh, sinds nou, 2002, goed, uh, weet uh, je, ja. Ik bedoel, 20, 30 jaar op, op, op die, op die duizenden jaren. Denk je dat we niet weten hoe we een eigen land moeten runnen en hoe we dat zelf moeten doen? Nee, maar je, je, dat, grappig nog, dat boek wat ik net noemde, moet je echt lezen: The Market for Freedom. Geven de schrijvers ook aan dat uh, je wil die in die transitiefase. Kun je kiezen om in plaats van je publieke assets te verkopen... want zij wezen ook op het gevaar. Ja, maar wacht even, dan gaat het in handen komen. Dan krijg je ja. eigenlijk een beetje wat je had in de jaren negentig... So toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan. Dan gaan al die assets naar oligarchen toe. Je Precies. wilt ook niet in een samenleving zitten boren straks... waar de oligarchen het over hebben genomen. Van de maar je kunt toch die markt vrijgeven? Dat ja, is toch dat is de toch, bedoeling? Ja, maar leg het dan nou uit. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met Gronings, Gronings gas? Naar nou, wie gaat dat? Nou, om te beginnen ga je die... die... Kijk, nu heeft de NAM heeft het alleen recht om dat gas te boren. En ik, heb ik ben echt geen ik heb niet, geen specialist op het gebied van Groningsgas. Maar volgens mij is de NAM heeft de licentie gekregen. Om, en die doet dat dan samen met specifieke. Ja, om het uit de, de grond te halen. Maar het eigendom ligt, niet bij, ligt gewoon bij, uh, bij de, de, de Nederlandse staat. Natuurlijk. ja. Bij, dus bij, maar, dus, dus, u, uiteindelijk je dan ja. de Nederlanders per, nou, naar hoofd van de bevolking een, een aandeel in, het, in de reserves, in de gasreserves? Ja, dat zou moeten gebeuren. Ja. Maar waarom niet de Groningers alleen? Die kunnen zeggen, nou we scheiden ons af. Mogen de Groningen zich afscheiden? Ja, ja mogen iets zich afscheiden, ja. Dus het gaat... Maar dat zijn wel. Het zijn wel ja, echt. Maar twee... dat soort dingen. Moet je erover nadenken. Jazeker. Maar dat. Toch... Maar dat is wel. Het is wel. Um, um, selling past the Sale. Want dan ga je er wel vanuit dat het ideaal. Libertarisch is. En daar ben ik nieuwsgierig naar. En ik ben met je eens. Dat die. Dat die weg er naartoe. Um, lastig is. Dat gaat er nou sowieso gepaard. Met. Uh, um, heel veel. Uh, saneringen. En. Maar en je moet nadenken over. Waar ga je, je assets. naartoe brengen. Maar dat wil niet zeggen. Dat je uiteindelijk gelooft. Dat een vrije markt. waarbij alles in privaat eigendom is, een beter systeem zou opleveren. Maar geloof je dat? De, de, defineer privaat eigendom. Als je niet in eigendom van de staat. Ja, maar de staat zijn wij. Dus stel dat nee, wij zijn niet de staat. Ja, maar de let staat... op, als je die VV, als je die weer uittrekt. Dus stel, een gemeente kun je zien als een grote VV. Ja, maar dat, is, nee, maar dat is een heel groot verschil. Bij de ene komt dwang kijken en okay, de, maar, de ander niet. Oké, okay, maar stel dat iedereen die nu in een gemeente woont, tekent dat ze uh, uh, een inwoner zijn van de gemeente en voldoen aan de rechten en plichten. Ja. Dus als iedereen dat tekent, is ja. de gemeente dan een grote VVE geworden? Ja. Oké, okay, dus dan, is, dan zijn dus de straten en de wegen van de gemeente in handen van de inwoners. Ja. Dus dan hebben we een libertarische gemeente. Ja. Oké, okay, nou, zo, zo kan je toch ook in principe in een land zien. Als, dus als het op, op grote schaal in een land gebeurt, dat iedereen 18 plus tekent, ik ga akkoord of ik, ik, ver, of ik vertrek. Ja. Als dat gebeurt, is, is, is er dan sprake van een grote VVE als land? Als dat gebeurt, dan heb je inderdaad een grote VV. Ja. Dus dan, dan, maar dan ben je in principe, uh, als je dan blijft zitten, dan ga je, dus dan heb je eigenlijk dus toch die. Die libertarische samenleving, want ja. maar het, dan, het heeft, is het heeft het meerdere het facetten, he? He? Dus, maar, dus om maar, je ja, voorbeeld te geven. Je, als je het hebt over, je hebt het over het Gronings gasveld. Er is nu zo'n ja. ding toch dat dat om zich uh, bezig is om te vragen wat voor lopende gascontracten zijn er nog. Nou, dat wil Rutte wil dat niet vrijgeven, want hij heeft geen actieve herinnering of hij heeft geen toegang of hij weet het allemaal niet. En waarom? Omdat er zijn contracten gesloten uh, tegen slechte marktprijzen, uh, wel ver onder de marktprijs. Um, waarom? Omdat het een of andere politiek gewin oplevert voor het persoonlijk of voor de persoon die dat geregeld heeft, whatever. En dat bedoel ik met die incentives. Die incentives gaan er altijd toe leiden dat wat voor organisatiestructuur je ook hebt, het corrupt wordt op het moment dat je niet uh, transparant, transparantie hebt over die incentives. Ja, daarom wil je ook gewoon zo klein mogelijk. En daar ben ik het mee eens. Ik denk dat we heel veel, over heel veel dingen eens zijn. Maar ik vind het gewoon leuk om juist te kijken waar je schuurt. Maar ik ben ook voor kleinschaligheid. Uh, dat, ik heb een heel mooi gesprek opgenomen met Michael Pilarczyk. Dat is denk ik inmiddels gepubliceerd als dit wordt uh, gepubliceerd voor het Holland Goldkanaal. Mm -hmm. En het is de kracht van, uh, van kleinschaligheid en reserves hebben, buffers hebben, samenwerken op, op straatniveau, op buurtniveau. Uh, zodat je veel weerbaarder bent. Maar uiteindelijk hebben we ook weer... Geloof, mondiale structuren nodig om wel die, sim, die, die smartphone te, te maken of, of wel die auto te fabriceren. Dat, dat mm -hmm. vind ik uiteindelijk ook wel vooruitgang. En het feit dat we dit zo opnemen met allemaal apparatuur wat hier niet vandaan komt, is ook wel prettig. En ik hou van reizen. Mijn vrouw komt uit Zuid-Amerika. Ik had haar nooit getroffen als we ook niet die diensten en producten hadden gehad. Dus je, uiteindelijk zul je wel een soort van fine line moeten vinden tussen wat je kleinschalig thuis doet, om weerbaar te blijven, wat en je, wat je ook wel op wereldwijde schaal met elkaar doet. Dus hoe klein je ook wil zijn, uiteindelijk heb je ook wel weer Um, mondiale structuren nodig om bepaalde dingen te vervaardigen, te produceren. En, en dan nie, heb ik het niet over een Davo of anderszins. Maar uh, bijvoorbeeld bitcoin is natuurlijk wel een hele mooie mondiale wijze om toch samen te werken zonder dat je elkaar hoeft te mm. vertrouwen. Dus, maar daarom is ook, ik vind, uh, ik vind ook die structuur aan zich niet, het, dat zeg jij volgens mij wel, maar die structuur aan zich niet het probleem. Maar de, de toevoeging van dwang, dat is het probleem. Op het moment dat de ja. vrijwilligheid weggaat en je hebt dus niet. Je kan je niet onttrekken aan het, aan het systeem. De vrijwillige keuzes weg, dan wordt het problematisch. En dat zie je binnen de overheid. En daarom zie je ook binnen de overheid dat er inderdaad heel veel geld wordt uh, uh, verkwanseld. Omdat ja, mensen worden toch niet accountable gehouden. En je kan, het, je kan het niet goed corrigeren. En in een VVE, dat is vooral omdat het kleinschalig is en vrijwillig kan je het wel. Je kan je eraan onttrekken. Als, als te veel mensen zich onttrekken aan de VVE. Dat is ook natuurlijk een, een, een principe, wat je net over zegt, op landniveau. Een beetje een principe voor heel veel libertariërs: van stemmen met je voeten. Ja, ik wat zeg je naar. Kunt je kunt zeggen, naar... nou, je, kunt, je zou ja. kunnen stellen: mensen die in het land blijven wonen. Die, die geven impliciet hun goedkeuring aan het beleid. Dat is natuurlijk wat, wat extreem. Maar uh, of, je, of je moet er eigenlijk voor zorgen dat iedereen alsnog tekent. Dus misschien dat zou het wat het mooiste zijn: dat je als overheid uh, erkent dat je bestaansrecht niet legitiem is. En dat je overgaat op een procedure waarbij alle, alle inwoners uiteindelijk toch voor een soort van contract tekent. Uh, en dat in het contract ook staat opgenomen dat je inderdaad niet op termijn uit de Europese Unie treedt of de, dat de euro stopt. Of dat je allerlei afspraken met elkaar maakt. En dat iedereen zich daar dan aan houdt. Dan krijg je natuurlijk weer een, een beetje een soort van VV-achtige situatie. Zou het dan wat jou betreft legitiem worden? Ik denk, dat het, ik denk dat het dan niet gaat gebeuren. Ik denk dat niemand gaat tekenen om, om, om zo'n. Zo onder zo'n bestuur te vallen. En dan vallen dus, het gaat uiteindelijk uit elkaar vallen en mensen gaan zelf hun geld kiezen en niet willen dat niet opgelegd krijgen. Ik, ik, ik denk niet dat het nodig is en ook niet gaat gebeuren. Ik denk dat wel dat het een goede incentive is om mensen wakker te maken voor het feit dat ze, be, dat ze bestuurd worden. Net zoals, dat ik denk dat het een goed idee zou zijn in plaats van inkomstenbelasting vooraf te, te innen, gewoon een factuur te sturen aan het einde van, de, van ja. het jaar, begin van het volgende jaar. Maar dan moet je in één keer heel bewust van hoeveel geld je aftraagt aan de overheid. Als je zo'n contact moet tekenen, is het een beetje eenzelfde soort van psychologisch effect gaat het hebben. Ik denk dat heel veel mensen dat dan niet gaan tekenen. En dan, ja, dan zou je dus uiteindelijk uit elkaar vallen van een land naar misschien provincies, naar gemeentes. waarbij je uiteindelijk bij een groep terechtkomt waarmee je met gelijkgestemden. en je dus inderdaad wel afspraken kunt maken. Ja, dan heb je een libertarische samenleving. Want dat dingen, jij zegt net, het, het blijft toch bij me hangen. Je zegt de overheid, dat zijn wij. Of de staat, dat zijn wij. Ik weet niet precies wat je zei. Zoiets. Ja. Ja. Dat ik zoiets heb van, nou, maar wacht eens eventjes, als ik nu kijk naar de EU. Ik, het is niet wij, het is niet ik, het is niet ons, het is niet Nederlands niet eens meer. Het is, weet je, Christine Van der Leyen is uh, Duits volgens mij. Ursula en Van der Leij, ja. Ursula of en Christine Lagarde is uh, Frans en uh, ja. ik ja. weet niet. Als ik Sabrina moet geloven, zijn de Fransen en de Italianen maken de dienst uit daar en ik denk dat hij gelijk heeft. Um, ja, weet je, hoe is dat wij? Hoe is dat ons? Wat is die identiteit en hoe is dat? Wat voor rol speelt dat in bestuur? Nou, laat ik het anders verwoorden. Het zou zo moeten zijn. Dat ja. wij de staat zijn. We the people. Dat zou het ideaal zijn. En in lijn met wat we allemaal besproken hebben net. Met die VVE, met die gemeente. Dat je elkaar kent. Eh, Alhoewel je natuurlijk niet iedereen kan kennen. Ook in andere organisatiestructuren. Dus op zich hoef je elkaar niet. Wat jij zegt, daar ben ik het niet mee eens. Je hoeft elkaar niet per se te kennen. om toch goed samen te kunnen werken. Mm -hmm. um, maar ja, die EU is natuurlijk volledig. Uit de hand gelopen en mensen herkennen zich totaal niet uh, in wat er daar gebeurt. Uh, mensen spreken andere talen, het is een, een potpourri van, van, van talen en culturen. Ja. Uh, uh, en ik begrijp wel waarom uh, die tot stand gekomen is. He, de, de, de Duitsers die wilden graag één worden. Um, de, de, de Fransen die zeiden, nou ja, uh, prima, maar dan, uh, dan moet de markt stoppen en dan gaan we samen een munt voeren. Uiteindelijk winnen de Fransen het altijd in, die, in dat soort discussies. Dus, ik begrijp waarom die euro gekomen is en ook waarom de Europese Unie voortkwam uit de Europese uh, Economische Gemeenschap en de gemeenschap van kolen en staal na de oorlog. Ik begrijp wel de politieke redenen waarom je als Europa samen wil werken. Is, zeker omdat je natuurlijk met het grote Amerika en Rusland en China, ja, als je in een verzameling kleine landjes bent, ja, dan, dan, dan kun je minder een vuist maken. Allemaal, allemaal duidelijk. En, uh, en voor mij, weet je, ik, ik, uh, ik spreek meerdere talen. Mijn vrouw die, uh, komt hier niet vandaan. We zijn redelijk flexibel. We kunnen ook gewoon in Ecuador weer wonen of ergens anders. Ik, ik begrijp dat beter, denk ik, dan iemand die uh, gewoon voor de rest van zijn leven op één plek in Nederland woont. En, en, en ook uh, alles in het Nederlands wil doen. Maar zo'n structuur uh, kun je gewoon niet afdwingen. Als mensen het niet willen, dan moet je het niet door een strot gaan duwen En dat gebeurt natuurlijk nu, want dat leidt alleen maar. Uh, dat is alleen maar averechts werkt dat. Uh, dus dat, dat zien we de laatste jaren. Dat hoe meer ze de EU willen vergroten. of de euro willen vergroten, uitbreiden. hoe meer dat tot weerstand gaat. Waarom leiden. doen ze dat dan? Ja, het is gewoon de vlucht naar voren. Als je ziet dat iets niet werkt, dan ga je proberen je inzet te verlubbelen. Een beetje zoals het casino: hè? je bent het verliezen, maar je blijft maar verdubbelen. Omdat je hoopt dat op een gegeven moment dat het, dat het wel werkt. En uiteindelijk ga je brood naar huis. En dat is natuurlijk een beetje waar we nu uh, in de Europese Unie mee uh, zijn beland. Dus het, ze proberen iedere keer nog, nog grotere fondsen, nog meer pressie, nog meer dwang. En uiteindelijk uh, leidt dat dan tot een soort van uh, enorme druk in het systeem. En dat moet via een ventiel naar buiten gaan. En dat, uh, maar dat het is dat... toch ook gewoon. Zwart-wit corruptie. Gewoon oude oud-Hollandse corruptie die er die er plaatsvindt. En ik bedoel, als je kijkt naar de coronamaatregelen. Uh, weet je, we hebben dan Siburn van der Linde, of hoe heet die gast uh, Sievert van der Linde, die dan uh, met zijn mondkapjes deel. Ja. Die wordt dan geslachtofferd. En ik heb echt zoiets van, ja, maar ik zie op de achtergrond nog 30 man staan. Oh, ik kom niet zo mee. <laughs> Want het is, ik bedoel, we hebben Marjon Koopmans met haar PCR bedrijfje. We hebben, uh, wat was er aan de hand met de broer van Hugo de Jonge, die bij AstraZeneca in de directie zit. Ja, de Ursula van der Leyen, die dan uh, niet uh, openbaar maakt wat voor uh, gesprekken ze heeft met, met de... Pfizer, natuurlijk. Maar nee, dat ik... zijn incentives. Dat, dat is wat ik bedoel met van uiteindelijk ga je incentives krijgen die niet transparant zijn en die leiden tot corruptie. Ja, je hebt dus enerzijds heb je, kijk, die, die, die grote bedrijven die, die vinden het natuurlijk prachtig, dit is zo'n Europese Unie. En die willen gewoon eh, zo, in zoveel mogelijk markten hun producten afzetten. En die bepalen de agenda's via DAVO in Brussel en waar ze elkaar ook treffen of het nou via hm. Zoom is of. Um, en dus die willen gewoon meer geld, meer verkopen. Politici um, zijn vooral uh, heel veel uit op macht. En, ja. en politicus vindt het fantastisch. Hoe, die, die, die meet zijn succes af naar hoeveel zieltjes die kan besturen. Dus hoe meer uitbreiding, hoe groter het wordt, die, die vinden dat fantastisch. Die, die, die hebben andere drijfveren vaak. Of, na afloop gaan ze natuurlijk vaak wel cash Dan gaan ze bij een, natuurlijk bij een groot bedrijf werken. Maar terwijl ze politicus zijn, uh, willen ze gewoon zoveel mogelijk macht. Ja. Kijk naar, naar een Timmermans of, of een Van der Leyen die. Die varen daar wel bij voor een gevoel, maar uiteindelijk um, ja, gaan ze hun, hun vleugels uh, verbranden. En, uh, en valt dat. Ja, valt maar dat, in. dat vind ik interessant. Want dan ben je heel genuanceerd. En dan, als het dan, dan eigenlijk zo van oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Dan zeg je ja, ze gaan hun vleugels verbranden. Ik, ik weet het niet, maar. Nee, maar de nuance uh, zit mij meer in het, in het uh, van hoe ga je het precies straks vormgeven? En, wat voor, en, en, en ik denk dus dat je uiteindelijk wel op, op bepaalde overheidsstructuren gaat uitkomen, maar niet in die grote zoals we dat nu hebben. Snap je? Dus mijn nuance zit niet. Ik ben, ik, ik ben hartstikke kritisch over waar het heen gaat met de Europese Unie en de, en de euro. En ik ben ook voor, voor een exit mm -hmm. en voor uit de euro stappen. Maar wel dat we daarover nadenken, dat er plannen voor worden gemaakt. Uh, dus daar, daar zit meer mijn ondernemersgeest. Oké, okay, als je het doet, bereid dat gewoon goed voor. Punt. Mm. Maar als het, mijn nuance zit dus daar. Maar ik ben net zo hard kritisch als jullie als het gaat om, om die agendas die uh, spelen, om de uitbreiding, om de macht van, van, van de grote, uh, grote blokken wereldwijd. Maar ik, maar dus dus daar, daar zitten we denk ik weer op één lijn. Mijn nuance zit nogmaals meer op de praktische uitwerking van wat jullie uh, propageren. Ja. Dan die overgangsfase. Ja. Hoe kijk je nu tegen Clownworld aan? Ja, definieer Clownworld. Ja. Nou, ik, ik, ik kan me voorstellen, kijk, je bent podcastmaker, dus je zit daar aan tafel en ik heb zelf ook de eer gehad om twee keer, twee keer. Uh, aan te schuiven zelfs. Ja, Robert, dan neem je niet uh, aanschuiven? Nou, hier, daar ga je. En, maar dan zitten dus al die mensen zitten tegenover je daar een verhaal te houden, weet je. En de ene gaat die kant op en de andere gaat die kant Dus ik kan me voorstellen van op een gegeven moment heb je daar, je doet dat nu volgens mij een jaar zoiets. Uh, dan heb je daar, krijg je daar ook, je krijgt van iedereen wat mee. Sommige mensen leren wat van, andere mensen zijn het totaal niet mee eens. Wat, hoe kijk jij nu aan tegen Clown World? En maar nogmaals, hoe, hoe definieer je Clownworld? Zodra je hier de deur uitloopt. <laughs> ja. Want ik had net met Robert in het vorige gesprek, want hij zei iets van ja, alle politici, alle media... maar dat, weet je, als je, als je zo een... Die uh, meedoen aan de mainstream agenda. Ja, ja maar, maar dat zijn allemaal hele vage begrippen. Uh, maar maar, nou, ik, begrijp, maar ik, begrijp, kijk, ik begrijp wat je bedoelt. Hoor, maar het, 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 en misschien zit daar dan ook weer... Die, die vervelende nuance, maar bijvoorbeeld de mainstream media. Weet je, ik, ik zie regelmatig in de Telegraaf. hele kritische. Uh, um, uh, artikelen. Ik heb wie Duk recent ook uitgebreid mogen interviewen. over de oorlog. Um, he, behoorlijk wat uh, artikelen in de Telegraaf. van Plasterk of van Leo de Winter. die ook ageren tegen. wat jullie de Clownworld noemen. Uh, maar dat is wel mainstream media. Maar op het Moment dat jij Clownworld is mainstream media. dan uh, weet je, zo ontstaat ja. denk ik wel die polarisatie. Ik voel het heel duidelijk een, een punt. Uh, snap je wat ik bedoel? Dat. Ik vind het prettig om dat gewoon heel specifiek te maken. Wat, waar, uh, wat, wat is die clownworld? Het is makkelijk om te zeggen, ja, clownworld en uh, het is allemaal slecht, maar, ja, maar dat probleem. Is mij niet probleem als ik kranten ga lezen, dan word ik er zo boos van dat ik stop met kranten <laughs> lezen. Dus ik heb geen idee of er ook goede artikelen in. <laughs> dus ik ben ook, inderdaad er, niet er helemaal ook op, op goede artikelen in. Ja. Maar, nee, ja. kijk, maar, goed, ik, maar het ik, is toch wel duidelijk voor de overgrote deel waar dat uit bestaat. Ik bedoel, er wordt er gewoon beslist. als je kijkt, kijk naar een Biden bijvoorbeeld. Ja. Hij kan niet eens meer normaal zinnen formuleren. Dat is toch bizar? De, de machtste man ter macht de wereld. De wereld die niet eens uit zijn woorden kan komen. Absoluut bizar. Nee, dus ik wil ook niet te veel pesten over hoe je dingen... Maar ik vind het wel belangrijk om uh, semantisch... Van hoe, wat definieer je precies met dit of dat? vind ik gewoon interessant en belangrijk om over te praten. Maar als ik kijk naar die wereld... Ja, dan maak ik me natuurlijk net zo hard zorgen als, uh, uh, net als jullie. En de mensen die ik spreek uh, zijn uh, soms heel radicaal in hun uitspraken. Soms zijn ze wat meer mainstream, om het zo maar te zeggen. Maar waar haal je de... De kracht vandaan om genuanceerd te zijn daarover. Ik bedoel, je, als je kijkt wat er gebeurt. Hè, onze, de afgelopen twee jaar zijn onze grondwetten zijn gewoon. Daar hebben ze in Den Haag gewoon echt een kont mee afgeveegd. Op een manier, als wij dat drie jaar geleden met elkaar besproken hadden, dan hadden we gezegd. Nee, dat is ondenkbaar in een land als Nederland. Weet je, ik bedoel, vrij om te gaan en staan waar je wil, was klaar. Weet je, er was openlijk gediscrimineerd. Dat werd onderdeel van beleid. Weet je, discriminatie mag niet. Punt uit. En waar ik de kracht vandaan haal, heel simpel Boris, wat, wat ik aangaf, ik, ik heb een, een zoon en ik wil dat hij opgroeit in een mooie wereld. En, en, um, en wij verschillen dus, van mening of we daar eerst via een enorme chaos moeten komen of dat het toch op een geleidelijke manier kan. Maar door bijvoorbeeld alle mainstream media... Uh, als clown world te definiëren, of alle journalisten, of alle universiteiten, of, of alle politie. Ik heb een familie die, die politieagent is. Mm -hmm. Ik weet ook de, de, de pijn die hij doorgaat, de problemen, met name tijdens die demonstraties bijvoorbeeld. Maar door elkaar in groepen in te delen en die labels te gebruiken, denk ik dat we, dat we gewoon niet opschieten. Maar hoe, en dat hoe, we hoe doe ik dat dan? Hoe, hoe ben ik aan het labelen? Ja, de clown world bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen. En dan heb uh, je het wel genuanceerd, maar als je er alle, als je de alle uh, mainstream media onder uh, schuift. Maar dat zei ik niet, hè? Maar mainstream media zei je. Ik zei de mainstream media die meedoet aan, uh, aan, aan de. aan het narratief. Aan het narratief ja, maar ja. Een, ja, maar een Telegraaf bijvoorbeeld is ook maar gewoon een verzameling van verschillende journalisten. De een doet er wel mee, de ander niet. Is niet oké, ja, maar kort laatst. Uh, uh, maar, maar wat gestapt naar dat. Het, 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 het is toch veel, veel makkelijker om wat, te wat zeggen wat dat die, je... die krant is slecht of niet? Uh, dus maar ik, je ken, jij hebt ook voor de media gewerkt en ik ook en dat kijk mijn clownworld oordelen nou, bij, bij over de media BNR bijvoorbeeld is, is nou, nou dat is, is een goed mag voorbeeld ik wat ik wil ja. bij BNR als ik bij BNR ben heel ik 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 krijg... nee serieus <laughs> <laughs> want zo ken ik het ook namelijk en ik weet bijvoorbeeld het FD zit samen met BNR uh, op één afdeling en uh, ik heb daar twee jaar lang een podcast gemaakt uh, over Bitcoin en twee jaar lang zijn we bezig geweest om te proberen het FD iets positiefs over Bitcoin te laten schrijven het, we waren niet eens welkom bij de hoofdredacteur die fucking aan het Twee meter verderop achter zijn bureau zat. Hij wou niet daarover praten. Ja, en ik heb een keer met Bert Slachter een workshop gegeven over Bitcoin en crypto, waar vier, vijf redacteuren bij aanwezig waren bij het FD. Dus ik heb en daar maar weer wat, wat heeft dat FD. opgeleverd? Stukjes die niet gepubliceerd werden. Ja, ik heb een heel mooi stuk gepubliceerd. Nou, ik heb het gelezen volgens mij. Uh, ik weet het niet. <laughs> nee, <wel>. maar, <laughs> ik vind het gewoon makkelijk om, om hele uh, groepen over één kamp te scheren. Maar ik er, denk er is een agenda, weer... dat is mijn punt. Er is wel degelijk een agenda ja. bij die mediapartijen. Ik bedoel, BNR, ja. la, la, ik bedoel toevallig, omdat ik het weet, maar zij werden. Uh, zwaar gesponsord AstraZeneca gedurende de hele uh, periode Ze hadden BNR gezond podcast mede mogelijk de AstraZeneca en weet ik wat. Tuurlijk, ja. Ik zo, ik bedoel fijn dat ze transparant zijn zodat ik weet ja. dat ik al een corona coverage gelijk weg kan flikkeren. Maar heel okay, veel van... agenda plasterk die schrijft bijvoorbeeld in de Telegraaf uh, vernietigende columns over het stikstofbeleid over het ja. klimaatbeleid. maar is Telegraaf mainstream? Maar... media? maar is is Telegraaf mainstream media? Ja, Doe Telegraaf mee aan, aan, yeah. aan de crime Voor, voor 100%. 90% sowieso. Dus, maar ja. dan zie je al dat je, maar wat dus maakt plastic je bij die, bij die uh, je schrijft plastic op die manier dus eigenlijk Nee, op dat deed ik manier. niet. Ik zei, ik zei net al, oh, voor 90% doen ze mee. Maar ik snap niet wat die nuance gaat uitmaken in de discussie dat 90% gewoon zwaar bullshit is. Toen de plastic dat, die schrijft goede stukken, uh, vooral nadat hij uit de politiek is gegaan. Ja, maar, dat is een beetje laf eens. Ja, maar wat, maar wat wil je hiermee? Ik bedoel, ik snap de nuance. en, ik, en je moet niet... Volgens mij doen we dat ook niet. En we, we noemen volgens mij nooit per se media of. Uh, um, uh, nee, dat is lekker makkelijk. Als, ja. je dat, als je het gewoon breed houdt, natuurlijk. Nee, nee. Ik, nee, maar ik wil ik, het wel noemen namelijk. Want ik ken namelijk bitter weinig uitz uitzonderingen op die regel. Ja, misschien ben ik ook wel heb ik gewoon te veel een roze bril op. En is het gewoon mijn aard om. Om te kijken of we er toch samen uit kunnen komen. Ja, maar dat is sowieso dat, uh, dat de, is gewoon een het beetje een beetje. dan. Maar, maar wat wil je. Wat, je probeert nu heel veel te nuanceren. En ik, dan zoek ik, ben ik zoek naar waarom. Ik snap je discussie over. Er komt een transitiefase, daar moet je over nadenken. Ik denk dat daar uh, uh, binnen die betekenis maar heel veel over nagedacht is. Um, um, dus daar kunnen we het sowieso over hebben. Maar wat, is, wat wil je nu nu nuanceren? Met welk doel? Uh, nou, mijn belangrijkste zorg die ik nu al heb, uh, en ik, ik ben benieuwd hoe jullie dat zien, is, die, is toch die enorme tweespalt die we in de samenleving hebben. En met name op social media, mm -hmm. daar heb ik ook met Michael Pilatschik over gehad. We moeten toch kijken of je uh, bij elkaar kan komen. De, mm -hmm. de gevaccineerden en de niet-gevaccineerden, de mensen die, die kritisch zijn over de NAVO, en de mensen die, uh, die, die terecht ook kritisch zijn natuurlijk, uh, over, over Poetin. Maar mensen zitten elkaar zo erg af te branden, constant online. En ik, terwijl als je in real life met mensen praat, ook mensen die helemaal links zijn, ik heb met bijna iedereen gewoon goede gesprekken, omdat je als je echt geïnteresseerd bent in elkaar en je kijkt waar je elkaar kunt vinden, kom je vaak wel tot een oplossing. Totdat je geen QR-code hebt en het sportschool wil. Nee, eens, maar daarom waren we dus terecht dat je daar op sommige dingen om je gewoon heel snoeihard ingaan. En gelukkig werden er steeds meer mensen wakker en was op een gegeven moment het, de meerderheid volgens mij van de samenleving ook absoluut. Uh, tegen, uh, tegen verdere uh, doorvoer daarvan. Hm. Dus je moet het kwaad ook benoemen, daar moet je dan ook gewoon radicaal aan zijn. Maar tegelijkertijd moet je wel uh, met elkaar kijken of je eruit kan komen. En, de, en, dan helpt mm. het, uh, en dan helpt het als je dingen nuanceert en niet iedereen constant maar uh, labelt als, als, uh, als slecht of, of clown of mainstream of wat dan ook. Snap je? Of deuger, of hoe, hoe je het noemen wil. Nee. Maar, maar ik, waar ik gewoon bang van ben, is dat je eindigt in het poldermodel. Dus ik laat ik zo zeggen. Don't dat shoot uh, Job precies zijn. dat ja, ja. van Don't Shoot the Messenger. Weet je? Ik bedoel, die clown world is er niet omdat uh, wij roepen dat de mainstream media in, het, uh, in hun mainstream narratief corrupt zijn. Nee, dat zijn ze. Weet je? Ik bedoel dat we toevallig clown world noemen backlekker. En ze ja. de clown op tafel van ja, slaggen. Ik werk er ook om, tuurlijk. Maar. Het is ook grappig. Maar. maar dat, uh, aan het eind van de rit denk ik van ja, maar wat is het werkelijke probleem van uh, polarisatie? Dat is gewoon het geldsysteem. Je hebt een hele grote groep Nederlanders die de energierekening niet meer kunnen betalen, omdat een klein deel van de elite besloten heeft dat Zelensky een good guy is en Poetin een bad guy is, en we daarom op een of andere manier uh, uh, nu heel veel voor ons gas en onze elektra moeten gaan betalen. Uh, dat is wat de tweedeling oplevert: namelijk één helft van Nederland die hun rekening niet meer kan betalen, en de andere helft van Nederland die zegt van nou, maar je kan toch gewoon een test. En ik, want ik heb zonnepanelen, en die laden dat ding op. Ja, dat, dat is niet... Dat is clownworld, weet je? Dat je dan, dat je dan in je Tesla-wereld leeft en denkt tuurlijk, dat de he, de heel tuurlijk. Nederland zo is. En da, dat levert die... Kijk, wat echt tweespalt oplevert, wat ik zei. Weet je, toen ik niet meer mijn kids naar zwemles uh, uh, kon brengen, uh, uh, vanwege die fucking QR-shit, toen had ik zoiets van ja, maar, maar het is allemaal leuk en aardig, op sodemieter hiermee. Weet je, dit is niet waar ik voor getekend heb. En ik nee, word het die... niet getekend, dus dat is... Nee, maar de bedoeling, <laughs> ja. weet je. Ik, ik Flikker op. En ik ik bedoel, dan, dan, ik heb er wel uh, uh, begrip voor dat die ondernemer zegt van, jij niet, mag niet meer in mijn zaak. Maar uh, uh, dit was ja. heel Nederland die zegt van, ik mag niet meer in hun zaak. Nee, en dat is echt zo'n moment dat je er gewoon snoer uit in moet gaan en, en uh, 100% eens. En als het gaat om het benoemen van, van corrupte leiders of leiders die de complete bende van maken, helemaal eens. Gewoon, uh, uh, maar dat is toch niet opgehouden? Nee, maar dat is, maar dat is anders dan uh, bijvoorbeeld hele bevolkings of hele beroepsgroepen overeen scheren, dus alles jullie. Juridische... Nee, maar wacht even. Maar dit zijn wel de is ook, wel de beroepsgroepen die politici. Die... Ja, er zijn ja, natuurlijk nee, ook gewoon best wel politici ja. die inderdaad wel een omzicht of, of een Rens geleiden. Ja, natuurlijk stemmen het ook vaak maar, die, maar die mensen gaan het ook niet de oplossing. Ik denk, ik geloof ook niet in hun oplossing. Ik, bedoel, ik snap dat het nog wat enigszins integer tweede kamerleden zijn, maar als je kijkt naar wat ze voorstellen, dan gaan, gaan we niet. Gaan we in dezelfde shit komen over zoveel jaar van nu? Maar en wat ik ook wel zeg, je, je zegt van je mag er niet kaart tegen ingaan. Maar wel, nee, je zegt als je nee, met die QR-code daar moet je kaart tegen gaan. Dan wijs ik naar die mediapartijen die staan te schreeuwen hoe, dat we het voor elkaar moeten doen en al die nee. bullshit was mij komen. Wat nee. allemaal onwetenschappelijke bijgeloof is, betaalt de AstraZeneca en Pfizer. En dan, dan, dan zeg je van ja, maar we moeten ook genuanceerd zijn naar de mensen die er anders zijn. En ik heb zoiets van nee, ik ben er nog steeds keihard tegen aan het gaan. Sterker nog, ik denk dat we niet klaar zijn. Ja, maar dan pak je ze aan op dat dossier. He, dat is duidelijk. Nee, maar dat dus, maar maar dossier verandert. En zometeen krijgen we je CO2-uitstoot en je central bank digital currency en je, ja, je waar, waar fascisme waar, op de blockchain. Waar, box, waar wie zijn, wie op de... de Telegraaf ook weer een heel uh, een, een, uh, strak artikel over schreef samen met Mahir Okai. Ik wil maar zeggen dat er ook binnen de mainstream media, ook gewoon weer regelmatig. Zij kunnen ook van gedachten veranderen. Dus die agenda uh, is in sommige gevallen misschien aanwezig, maar in heel veel gevallen, de journalisten die ik ken, of neem bijvoorbeeld een Thomas Bolle van Follow the Money, die echt heel erg kritisch schreef over die avondklok. Ik ook, vind dat hij daar een prijs voor had moeten krijgen. Is Follow the Money mainstream Absolut. media? Zie maar, me, daar ga je al. Dus, hoe de, dus ik wil gewoon... Nou, ik vind Follow the Money... Uh, 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 en ik weet het niet zeker, ik heb geen bewijs, maar ik denk dat ze door Brussel betaald worden. Uh, geen idee hoe ik daar bij die informatie kom. Ik vind Thomas Bolle <laughs> absoluut echt een, een, hoe noem je dat, Een licht. In donkere tijden. Hij is echt een hele integere journalist. En hij was ook een van de weinigen die helemaal in het begin af aan, op een gegeven moment, ik heb hem wakker zien worden. En toen is hij bijgedraaid, toen je kritische vragen beginnen te stellen over dat coronabeleid. En vervolgens heel kritisch. Ja. Maar hoeveel daarvan in Follow the Money terecht kan, ik geen idee, want ik heb mijn lidmaatschappij al lang geleden opgezegd. Nee, dus. maar heel veel. Maar weet je, ik vind gewoon. Uh, laten we gewoon vooral dingen, problemen en mensen blijven benoemen. maar uh, um, oppassen met te veel generaliseren als dat uiteindelijk niet bijdraagt uh, aan de oplossing en ervoor verzorgt dat mensen alleen maar tegenover elkaar komen te staan. Dat wil ik voorkomen en dat is een beetje mijn, uh, mijn achtergrond of de reden waarom ik dingen doe zoals ik ze doe. En voor die podcast die we hebben voor Holland Gold, even kijk, wij zijn een edelmetaalbedrijf. Het gaat hartstikke goed. Mensen willen gewoon massaal nu edelmetaal kopen. Ik heb ook het uh, over uh, die clown heeft niet voor niks een gouden trompet in zijn hand. Ik heb die vijf hele mooie zilveren Bitcoin munten die, die die verkopen voor 70 euro per stuk. Uh, worden um, uitgegeven opdracht van een eilandstaatje nieuw. Het is een echt betaalmiddel. betaalmiddel daar. En dan geven dus je de... kunt daar met zilveren ja. bitcoins betalen. Je kan en met ja. bitcoin en met zilver betalen. Ja, dus, dus hier staat geen bitcoin waarde op, wel een, 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 een bitcoin logo. Het is gewoon een prachtige munt. Daar geven we de vijf van weg. Dat is, ons bedrijf geeft de vijf Aan de, Aan de kijkers van de kijkers. deze podcast. Ja, ja. Die mij, vooral kijkers die me helemaal afbranden. En dat ik, gewoon weer, nee, nee, nee. Uh, ik ben, dat ik ben ook ik wel prettig. benieuwd. Van, ik wil graag van mensen. Uh, uh, want ik vind namelijk. Kijk, ik vind het ook leuk om er tegen in te gaan. Weet je. Uh, ik bedoel, dat is een discussie. Dat is dat media. Mooi, dat is ja. leuk natuurlijk. De nuance is de dood van de media. Dus um, <laughs> als je dan. Kijkt naar de, naar de oplossing, Heb ik precies van laat de kijkers misschien in de comments uh, eventjes vertellen uh, hoe zij een ja, oplossing zien. Die transitiefase, vooral. Ben ik, ja. ben ik, uh, maar ik moet. Eerlijk, ook wat Robert uh, terecht zegt. In mijn tijd met Libertaris, dat waren de beste gesprekken ooit. Want uh, libertaris zijn heel erg vrij van geest, heel erg logisch. Uh, deductie. Oké, okay, dit zijn de aannames. Hoe gaan we dan verder? En dit soort gesprekken heb ik er toen talloos van gevoerd en het blijft uh, fantastisch om daarover te sparren. Maar ook in die podcast bijvoorbeeld, ik vind het juist leuk om, uh, om niet alleen maar met denkers zoals jij te spreken, Boris, uh, mensen die wat extremer in staan, maar ook, ook wel mensen die uh, in het systeem zitten en misschien denken het systeem nog te kunnen hervormen bijvoorbeeld. En ik vind het leuk om genuanceerde mensen radicale dingen te laten zeggen en de radicale mensen... Soms <laughs> genuanceerd om toch te kijken of je misschien een soort van, een soort van gemeenschappelijke delen hebt. op basis waarvan je. Ja. Eh, want als jij kan. Als je, stel nou dat we inderdaad. toch eh, uiteindelijk. via een soort van vreedzame transitie. Eh, naar, een, naar een vrijere wereld kunnen. Hoe houden. zie je dat voor je maar precies? Als je kan kiezen tussen een vreedzame transitie. en een gewelddadige transitie. Ja, dan kies je ja, het groot voor die vreedzame natuurlijk. transitie. natuurlijk. Nou, dus. Opzicht... Hoeveel water moet je dan bij de wijn doen? <laughs> Hoe, hoeveel compromissen moet je sluiten voor die vreedzame transitie? Uh, nou, ik ben niet klein, zo heel klein. Klein beetje QR-code, beetje QR soort van uh, nou, alleen, alleen met de sportschool. Dan. Gewoon ik jaarlijks een, een prik en dan uh, en die sportschool mag droger, Dan ja. is oké. Okay. Dan, dan de vreedzame <laughs> transitie. Nou, je, maar is, dus, dus dat is, uh, ik denk dat je gewoon een, twee sporen blij moet volgen. Dus enerzijds moet je jezelf beschermen tegen de clownworld en, en, en wat er allemaal komen gaat. Heel sterk punt. En, en ja. dat, dat kan je dus op heel verschillende manieren doen. Mm -hmm. uh, nou ja, ik zit in het ene metaal, dus zou natuurlijk uh, uh, hypocriet zijn als ik dat ook niet uh, zou uh, aanraden. Belangrijk om daar wat van, uh, van te hebben. Bitcoin, lees. Nou, ik lees te veel misschien, maar ik vind het heerlijk om, uh, om, om te lezen. Dus we geven ook. Weet je, vroeger sinterklaas -show, Maar we hebben hier twee mooie boekjes. Wat heeft de overheid met ons geld gedaan? Uh, van uh, Murray Rothbard, vertaald door Tudemeester. Nee, de Meester. Alleen daarom al zijn we... Ja, blijven, die geven we ook wel. weg. Ja. De, ik heb de Engelse uh, vertaling uh, in, uh, in mijn kast. Dus dit komt uit mijn eigen boekenkast. Ik had er toevallig nog twee liggen. Die geven we weg. Uh, maar ook um, dit boek, ook door Tudemeester, ja, de Meester. Uh, Tuur is een topper. Uh, vertaald. Het boek Geld, Krediet en Crisis van Jesus Huerta de Soto. Dat is... Um, vertaald uh, ook door heette uh, Money, credit uh, en Economic Cycles. En nu heet het dus uh, Geld, Krediet en Crisis. Die geven ook weg aan een comment. Dus dan hebben we al acht prijzen. En dan hebben we nog eentje Van Goud tot Bitcoin uh, geschreven... door Erik Mekking, uh, Sander Bonen en Frank Knopers. Ook drie toppers die ja. veel weten over, uh, over geschiedenis... en toekomst van ons geldsysteem. Dus lezen, um, noodgeld hebben, cashgeld thuis hebben... Probeer zoveel mogelijk voedsel in huis te hebben... Uh, dat is niet uh, om mensen nu direct te laten panikeren, maar het is gewoon sowieso goed. In goede tijden en slechte tijden heb, heb gewoon wat voedsel in huis waar je een paar weken of een paar maanden van uh, kan leven. En dat moet je ook gewoon gebruiken en weer aanvullen. En zo is er ook helemaal geen verlies. Zo het ook niet voor weggooien. Nou, al, al dat soort zaken. Blijf gezond, slaap goed uh, en uh, heb vooral lief. Leer je buren kennen, leer je straat kennen. Uh, uiteindelijk heb je het, moet je het samen doen. Maar dat is een beetje mijn, mijn, uh, mijn plan B. Uh, dus niet meer uh, zoals vroeger uh, uh, overal op de wereld uh, iets, maar wat meer lokaal. Maar ik heb altijd natuurlijk nog wel een plekje in Ecuador waar ik naartoe kan gaan als het echt misgaat. Maar te, en tegelijkertijd toch kijken of je op een vreedzame manier, waar we net over spraken, binnen het huidige systeem. En uh, dat was bijvoorbeeld de deposterbank. Dacht ik, nou, dat is in ieder geval een manier om die euro misschien wat sterker te maken. Kijken of je binnen dat systeem toch nog uh, de boel kunt. Verbeteren, ja. veranderen. En je kan het laf noemen, je kan het salonvee's noemen of wat dan nee, ook. moet ik... je oordelen over jezelf uit. <laughs> ja, maar het, ik vind het leuk <laughs> om mezelf af en toe gewoon een beetje af, af, te, af te branden. Dat is, uh, ik, ik begrijp ook wel uh, hoe, dat, uh, hoe mensen denken. Maar weet je, ik, kijk, kijk wat je, kijk wat je kunt doen binnen ja. het systeem. En, en, en bereid je voor op, op een ander systeem. Ja, cool. Goed, um, wij gaan zo meteen op WWV voor nog even doorpraten. In de extra. Ik moet nissen. Ik ben, ik ben erg allergisch voor monetaire crashes. En ik voel dat we het zo meteen gaan bespreken. In, uh, in het vervolg. Dus op VivoValentine.com. Uh, nog heel even. Vijf bitcoin munten. Uh, van zilver. Van echt zilver. ter waarde van 70 euro elk. Geeft Paul weg. Um, drie boeken. Vier boeken zelfs. Waarvan... Twee door Tuur de Meester zijn vertaald. Wat alleen al een is om het in huis te halen. Uh, wat moet je doen? Um, wat was het? Subscriben bij Holland Gold uh, kanaal. Ja, dat is, dat is mooi. Maar vooral uh, steun uh, de jongens hier. Dus, uh, en laat een... Laat een interessant comment achter. Iets waar wij gewoon later van denken van, nou, dat is interessant, daar gaan we, gaan we over doorpraten. Tof. Oké, okay, nou goed. Dat dus, doe dat eventjes de comments, uh, doe dat in de comments op YouTube. We kunnen niet of, of op Vivofellemijn. mag ook trouwens, um, maar laat uh, op een van die twee plekken even comment staan. Als je de podcast luistert, ja, dan moet je dus even naar een van die twee sites. Om, uh, om die comment uh, achter te laten. Goed, wij gaan door op uh, VivoValentine.com. In de tussentijd vergeet niet hier te liken en te subscriben. Uh, te followen als je een podcast luistert. Uh, we gaan binnenkort we gaan allemaal vette dingen doen met de Fountain App. Ik weet niet of je de Fountain App hebt, maar ga maar vast downloaden. Het is een podcast app waarmee je podcast kunt luisteren. Het is gratis. Die gasten zijn een vet platform aan het bouwen, maar daar gaan we het later over hebben. Uh, VivoValentine.com. Gaan we nu door.